Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Wat leuk dat jullie weer kijken. A week in her life. Wij zijn momenteel onderweg naar de Davis Cup in Luik. Waar wij moeten werken het hele weekend lang. Dus we staan daar sinds gisteren tot nog morgenavond. Dus Spada's aan TV. Yes. En wij zijn de meisjes achter de spelers. Die gewoon met haar stellen zitten. Super duper chill. See ya. What do we want? Nu was het dik voor dit stift, maar nu duik zijn ze kapt van pijn. Wat is kijk, wat is dat voor gedrag? Die zit met een bitch aan de fles. Wat is dat voor gedrag? Dus, nu zijn de Hongaren aan het trainen. Voor het dubbelspel. De Belgen hebben gisteren 2 keer gewonnen. Dus als ze vandaag nog eens winnen, dan is het gedaan. Nog iets? Dat is een stopje. Ja, dat is precies in mijn kool. Oula, dit is... We're on a mission. Dat is het. Ik sta niet op de vlog, hè. Wat? Ik sta niet op de vlog, hè. Ja, eigenlijk. Cheers. Smaak. Good morning! Bonjour! Het is de allerlaatste dag van de Davis Cup. We zijn in Luik gearriveerd. Het is zondagochtend. Je kan het zien aan onze wallen. We hebben echt 3-4 uur slaap gehad. Smart ass, sunglasses. Dus we gaan nu de laatste... spannende dag van de Davis Cup tegemoet. Inderdaad. Het is, let's go Belgium! Het is echt wel spannend, want als ze nu de eerste match verliezen, dan is echt de beslissende laatste match. Dus... ja, ik bedoel! Oh ja, whatever, ik kan het echt niet uitleggen. Anyway, het is spannend. Is er een leuk nachtje gehad? Ja, heel laat. Heel druk. Versus you, we're great! Ik heb echt niks gevlogd. Ik heb gewoon wat beelden gemaakt voor sociale media van Versus. Dus ik ga hier gewoon insmijten. Bon. Ja, wish us good luck! En de Belgians ook. Doodles! Dat is maar, hè. Ja, was dat een beetje goed? Nee. Ondertussen aangekomen in het aquarium. Ik ben lente gaan afzetten in Rulselen. En dan ben ik doorgereden naar het aquarium. Want mijn baby's aan het spelen tegen Oostlanda. Ik ben hier met mama en papa en we gaan gewoon goed supporteren. Hoeveel is het? 1-1. Oké, want ik ben hier maar pas vanaf de tweede helft. 1-1. Goedenavond. Wij komen net terug van de match. We zijn nu in Gent, terug thuis. De match is helaas 1-1 gebleven. Een fucking terechte penalty. Op Zenny is afgefloten. Jammer. En nu gaan we naar het Lichtfestival. Nog ook al ben drie ik. Kwartier. Dood op! Ik ga wel echt nog een hamburger eten of iets, want ik ben aan het sterven van de honger. Baby, come here. Yes, I missed you. Ah, dat was pijnlijk. Yeah. It was a long weekend without each other. Bon. See ya. See ya. Wakker.
ben net mijn kleedje gaan ophalen. In Gent hier. En Stijn heeft me afgezet. Die is terug naar huis gereden omdat hij zijn gsm was vergeten. Ik heb mijn kleedje helemaal laten vermaken. Want het was veel te groot. En het past perfect. Ik zit hier even te wachten op hem. En dan gaan we rechtstreeks naar Hasselt. Hij moet naar de kapper. En ik moet ook van alles doen. Dus ja. Smakelijk deze. Thanks, dat was de best. Mai, wat de hel. Vind je dat grappig? Haha, gotcha. You okay, boo? Nee. Ik weet dat je dat niet leuk vindt. Oh, cry, cry. Oh. Ik word dus nog. Cute is. Goedemorgen voor u al, goedemiddag. Anyway, wij zijn terug in Gent. Ik heb gisteren een heel leuk werkavondje gehad. Vandaag moesten we nog veel dingen in orde brengen. Dus dat gaan we nu allemaal doen. Het is weer een prachtige dag vandaag. Kimiekies! Wil ik even draaien? Nee. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik zit hier lekker in het zonnetje wakker te worden. Ik heb vandaag een beetje kunnen uitslapen. Stijn heeft me laten liggen. Hij had training in de namiddag, maar hij had nog wat dingen te doen in de voormiddag. Dus hij heeft me gewoon laten liggen. Thanks, boo. Ik had echt slaap nodig. Vandaag ga ik niet veel doen. Ik ga nog wat wasjes draaien, een beetje opruimen hier binnen. Vanavond moeten we naar de Gouden Schoen. Ella! Wat moet dat hier? Lulu! Oké, genoeg! Stop, Lulu. Stop! Dat is flink. Hoe was training? Ça va. Het veld was helemaal bevroren. Uitgeschoven? Ja, een paar keer. De blauwe plekken? Nee. Hoe doe ik mijn badjas? Waarom ben je zo mooi aan het maken? Voor jou? Voor mij? Nee, ik ga even een verhaaltje doen. Dus, zoals jullie al eerder hebben gezien in de vlog, heb ik op de Davis Cup moeten werken. En daar is een hilarische meme van gemaakt dat de Hongaarse speler waar ik achter moest staan. Ja. Jij weet het al. Nee, vertel. Dat hij zo naar opzij kijkt en ja. Dat lijkt keihard dat hij mij naar mijn borst in het staren. Dat doet maar hij dat is dus. Nee, het was echt gezichtsbedrog, want ik stond langs de andere kant van de bank. Dus dat wou zeggen dat hij dan echt ogen op zijn rug moest hebben om mijn borst te kunnen zien. Anyway, die foto is echt viraal gegaan. Viraal. Viraal. Mensen zijn te blij. En ik vond het wel. Oh. Wat komt zij brengen? Ik vond het. Een kus in je huid. Allee. Doedels. Groetjes van de familie Walsh. Hoi. Helemaal klaar voor naar de Gouden Schoen te gaan. Ik ben echt aan het twijfelen of ik die oorbellen er nog moet bij aandoen of niet. Of te veel is. Ik heb een lang kleed aan. Gewoon het lang zwart. Een clutch van Dolce & Gabbana. En nu ben ik even aan het wachten tot Zenny de auto naar voren haalt. Oh, ik
heb er wel zin in. Ik heb zin om lekker champagne te drinken. Dus ja, helemaal klaar voor en zin om te gaan. De gouden schoen is Ruud Vormen. Ik ben net terug in Gent en is even de auto parkeren. Dus ik ga naar boven. Even met Lulu uit. We hebben echt een superleuke avond gehad. We hebben het niet te laat gemaakt, want Zin heeft morgen vroeg training en vrijdag match. Dus ja, een lekker bedje in. En even nagenieten. Hier gaan we op de Lulu! Lekker met je notenbrand! Bon appetit, baby. Ik heb lekkere couscous gemaakt. Hoe was training? Goed, beetje moe. Ik zie het. Straks lekker dutje doen. Ja. Vandaag is echt een mega chille dag. Ik heb niks meer te doen. Ik heb gewoon eten klaargemaakt voor Sandy. Die is nu aan het slapen. Die is eigenlijk echt al heel lang aan het slapen. Dus ik moet even wakker maken. Ja, niks meer spannend op de planning vandaag. Maar dat hoeft ook niet. Very fluffy. Very fluffy, both of us. Ik ben met de trein naar Leuven gekomen, want mijn auto die stond nog... Ik zit vast. Want mijn auto die stond nog in Leuven. Dus nu zijn we allebei hier. We gaan een beetje shoppen, we gaan lunchen. We gaan wat... we gaan wat productfoto's maken. En dan vanavond is het... Genk. Salto. Maar voor wie gaan we moeten supporteren nu? Voor Sandy. Good answer. Sandy. Alright. Let's go. Let's go. Lulu, jij vogelverschrikker. You look pretty, my dear. Thanks. We hebben net leuke spulletjes gekocht. En we zijn nu nog op zoek naar een witte outfit. Dat ga je nu later zien in deze vlog, waarom? Nee. Of niet? Tot zaterdag. Ciao, motherfuckers. We love you, doll. En Ken. Goedenavond. Goedenavond. Het is vrijdagavond. Het is D-Day. Genk Zultuarium. Maar het gaat wel heel vreemd zijn omdat... Ja, spreekt voor dingen. Ja, ik ben een Genkie. Racing zit voor altijd in mijn hart. Voor eigen ogen. Dat de beste mogen winnen en baby, we supporteren voor jou. Love you. Normaal stond hier altijd een blauw kostuum. Kostuum? Een blauw tenue. Maar wat is het voor het sport? En stand werd in 0. Het doet toch een beetje pijn. Maar wel blij voor Karelis. Kom op, Zulte. Kom op, Zulte. Kom op, Sandy. We houden jullie verder op de hoogte. Wat is de stand, Luna? 1-1. En zijn die keigoed bezig. Zo dat tegen elkaar. Dat is het, dat is erg. Dat is het belangrijkste.
ogen zijn kei mooi. Dank je. Kijk hoe hij zit. 1, 2. Kom. Your entertainment for the night. De wedstrijd is 3-1 geëindigd. Ballen, maar ook blij voor Genk. We hebben nog een heel fijne tijd gehad in de spelershome. Alle vrouwen nog eens gezien. We're now on our way home. Bye! Doei! Doei!